20, 25 minuten gerend, 8 kilometer. We staan op het draaipunt. De eerste 4 kilometer hebben de mensen gehad. Er zijn er een bestel die nog fanatieker verder door gaan rennen. Die gaan de 12 kilometer doen. Er staat hier een team, die staan met een heleboel water, allemaal bekertjes klaar om de mensen die toch op dat strand aan het rennen zijn, tegen de wind in op de heenweg. Dus dat is misschien wel een mazzeltje. Dat ze dus lekker opwarmen en dan met de wind in de rug terug gaan rennen en dan nog een mooiere tijd gaan maken. Er komt nog een hele club mensen komen er hier aan. Er rijden heel snel auto's mee van onder andere de reddingsbrigade. Kijk, als er mensen met problemen zijn om die van het strand te plukken en veilig weer terug te kunnen brengen naar Nederland. Als we zo gaan tellen, dan denken we toch dat er een dikke 200 mensen aan het meerennen zijn gegaan. En het weer valt mee, de temperaturen vindt men lekker, de wind is een beetje hard van voren. Geen regen, misschien in de loop van de middag dat dat nog gaat komen. Mensen die voorbij komen drukken op hun horloge, want ze willen natuurlijk wel eventjes kijken welke tijd ze neergezet hebben. Kijk, en dat is Nederzand. Alle bekertjes die weggegooid worden, die worden meteen weer opgevangen en gerecycled. Kilometer gerend bij de kerstrun van Nederzand. Nico, hoe was dat? Ja, hele leuke ervaring. Op strand lopen is altijd een extra intensiviteit, vind ik. Het heeft altijd wat zwaarder kracht nodig. En dan lekker 4 kilometer tegen de wind hangen. Totdat je op de helft bent en dan rustig aan voor de wind weer terug. En dan moet je er heel erg op letten dat je je eigenlijk niet over de kop runt. Ja, want je moet je krachten heel eerlijk verdelen. Hoe hou je dat in de gaten? Ja, tegenwoordig is dat niet zo heel erg moeilijk. Tegenwoordig heeft bijna iedere loper heeft een GPS-horloge om die de snelheid aangeeft en je tijd en je gemiddelde snelheid. Dus dat is goed te doseren tegenwoordig. Dus dat is wel, De uitslag 2 kilometer bij de meisjes, nummer 226. Twee jonge kinderen die de paar kilometer gerend hebben op het strand voor de kerstrun. Prachtig beker krijgen ze overhandigd. De rotonde bij Nederzand. De hele karavaan met kerstmannen staat klaar. Een paar dikke Harleys op de achtergrond. Maar de rest alleen maar Solexen en Berinis en hoe heet al die auto's. Prachtig versierd is er eentje, die heeft een hele kerstverlichting. Die op zijn bromfiets helemaal mooi zorgt voor een passende sfeer. Het hele team staat nou te roepen en te schreeuwen. En wethouder Van Duin belt de bel. En daar gaan ze. Op weg naar Serious Request halen. Om daar een geweldige dikke check van 25.000 euro te overhandigen. Plus al het geld wat de Kerstmis Run en de Kerstmis Ride is opgehaald.